Masters of Luxury en culinaire genialiteit zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat komt allemaal op een uitmuntende manier samen in het pop-up sterrenrestaurant M34 op de beurs. 19 chefs, goed voor 34 Michelinsterren. Vorig jaar maakte M21, het pop-up restaurant met 21 Michelinsterren, haar debuut tijdens de Masters of Luxury. Dit jaar gaan we een stapje verder. Een stapje, een behoorlijke stap. We hebben nu 19 chefs met 34 Michelinsterren, 4 avonden lang. En geniaal lekker wordt het, want het thema sluit naadloos aan bij de Masters of Luxury 2018, de Genius Edition. Ik ben nu op bezoek bij Onno Kokmeijer, executive chef van Hotel Okura Amsterdam, 2 Michelinsterren. En hij gaat mij een Michelinstergerecht voor thuis leren maken. Onno, ontzettend fijn dat je tijd hebt willen vrijmaken in alle drukte, ja. Maar we zitten niet in Chelbleu. Nee, we zijn hier in de Taste of Okura. En wat is de Taste of Okura? Taste of Okura is onze kookstudio. En Chelbleu is nu het geweld van de voorbereidingen voor vanavond begonnen. Ja. Dus wij zoeken even de rust. Weer het pop-up restaurant in de Rai hier aan de overkant. Ja, het succes van vorig jaar. Ja, hè? Ja, dat was tof. Hoe heb je dat ervaren vorig jaar? Ja, super fantastisch. Je ziet dat voor... Buiten de exposure, maar ook de connectie met elkaar. De synergie. Ja, dat moeten we veel meer doen in Nederland. Ik hoor dat jullie een hele grote rol vervullen in Bangkok. In een restaurant wat dit jaar, want de Michelin-gids is daar voor het eerst uitgekomen. Ja. Is onderscheiden met 1 ster. Dat klopt? Ja, dat is juist. Nee. Nou ja, het is natuurlijk uniek dat Michelin inderdaad met een gids in Thailand is uitgekomen. In dit geval Bangkok. Bangkok is in mijn optiek een culinaire mekka wat nu ontdekt is door Michelin ook. Ja. Wij zullen nu vaker op en neer gaan. En met we bedoel ik mijn rechterhand Arjen, mijn keukenchef. Jelle Konijn, onze souschef. En er zijn voor meer jongens binnen de keuken een rol weggelegd in Bangkok. Omdat dit is onze thuisbasis. Wij hebben ook nog steeds een doelstelling met elkaar. En Emmy, onze general manager, Emmy Stoel, is heel duidelijk geweest, jongens. Amsterdam gaat voor, ten alle tijden. En als jij nou een nieuw gerecht moet creëren, komt dat door de reizen die je maakt? Of door andere? Ja, veel door het reizen. Ja? Ja, we hebben het geluk dat we, en voor de company, niet alleen mijzelf, maar en er staan nog 10 jongens in de keuken die natuurlijk ook veel reizen. Ja, die nemen al die invloeden mee naar de keuken. En dat wordt gedeeld, dat wordt getry-out en zodra het in ons... concept en in het plaatje past, dan heeft iedereen een rol binnen de keuken om zijn invloed daarop uit te oefenen. En is het niet dat we inderdaad een vliegtuig instappen, dan is het wel dat ze reizen op een digitale wereld waar ze ontzettend veel informatie uithalen. Ja, en daar staan we ontzettend voor open. Dat is de nieuwe generatie die eraan zit te komen, die zichzelf toch op een hele andere manier culinair voedt. Hey Onno, jij kookt... Op zaterdag, hè? Ja. Het wordt een beetje 010-020. Want... Rotterdammers en Amsterdammers. Ja, want Arturo die komt koken van de White Room. Die doet mee voor de eerste keer dit jaar. Ja. En we hebben Fred Musser, die vorig jaar ook heeft meegedaan. Ja. Van restaurant Fred, 2 sterren. En nieuw ook Mario Ridder. Oh, tof. Julia. Ja, Mario is leuk. Ja. Nee, superleuk. Ook om met de Rotterdams en de Amsterdammers. Ik bedoel, in de culinaire wereld is het niet dezelfde strijd als in de voetbalwereld. En super tof om met deze jongens de zaterdagavond in te mogen vullen. Ja. Ik ga ondertussen kasten er zo bij doen. Ga ik in ruim water koken, zonder zout, zonder olie. Ja. De dressing, basis van sesamolie, sojaolie. Wat zijn de verhoudingen? Je zet er gewoon straks alles ook... We gaan de recepten gaan we delen. Volgens mij is die zalm de goede kant op. Ja, die gaat de goede kant op. Afgieten, dan mag je hem daarna gelijk koud spoelen, Kasten. Jawel. Oh, mooi. Die shiitake. Ja. Bosui. Zo, een heel klein beetje van die marinade van die shiitake. Ja. En de gamasio, dat is de Japanse sesam. Ja. Erover. Ja, dat is wel tof. Ja, laat maar lekker strooien. Ook een beetje speels. Juist, zo. Ook op de rand een beetje. Ja, mooi cheese.
Oh, nou, het duurt nog eventjes natuurlijk voordat we in december M34 gaan openen. In ieder geval zijn online de tickets al verkrijgbaar, ook voor de zaterdagavond waarop jij kookt. Maar ook online op de website van Luxury staat precies het recept en de bereidingswijze hoe mensen thuis dit kunnen maken. Ja, het recept gaan we blootgeven. Ja. Oké, nou te gek. Dankjewel. Graag gedaan, Karsten. Ja, lekker proeven. Kan je hiermee thuis komen, denk ik? Nou, makkelijk. Ja? Ja. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Vriend.